Ja, ik ben gestart omdat ik natuurlijk ook hoorde over de plastic vervuiling in de zee en oceanen. En dat, ja, dat is iets, daar moet iets mee gebeuren. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe reportage van Rotterdam Circulair. Vandaag sta ik aan de Schie, aan de Koolhaven om precies te zijn. Hier en op twee andere plekken liggen sinds kort plasticvangers in het water. Deze vangers zorgen ervoor dat plastic afval niet doorstroomt naar de Noordzee. Ik ga vandaag met verschillende partijen in gesprek die dit hebben gerealiseerd. Wethouder, de opening van de plasticvanger vandaag. Waarom is het zo belangrijk om dit te doen? Nou, je weet dat er heel veel van dat plastic, wat we net hier uit de rivier hebben gevist, in de rivieren terechtkomt en uiteindelijk ook in zee terechtkomt. Nou, en dat kan weer in magen van vissen of vogels of schildpadden verdwijnen. Dat willen we voorkomen. En ja, daarom hebben we als Rotterdam gezegd, samen met het waterschap en heel veel andere partijen die erbij betrokken zijn, wij willen plasticvrije rivieren en we willen ook voorkomen dat dat plastic uiteindelijk in de Noordzee terechtkomt. Ramon, u bent oprichter van Clear Rivers. Er liggen nu drie plastic vangers in het water hier op verschillende plekken in Rotterdam. Kunt u kort vertellen hoe ze werken en wat er gebeurt met de plastic die gevangen wordt? Ja, wat de plasticvangers doen, is zij vangen dus structureel het drijfvuil op, wat hier door de Rotterdamse wateren drijft. En ze worden met name gevoed door de bestaande stroming van de rivieren en vanuit de wind. Dus het is echt de stroming en de wind die het plastic erin blaast of erin laat drijven. En dan hebben we een schottenstructuur bedacht aan de binnenkant van het systeem. Dus dat zijn echt die gaasstructuren die jullie zien. Die zorgen ervoor dat alle drijven wat er indrijft, er ook echt in blijft. En het systeem niet verlaat totdat wij komen om het systeem te ledigen. Ja. En ja, wat wij dan doen, we halen het plastic dan eruit en we zorgen voor een circulaire verwerking. Zodat daar weer duurzame nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals de plasticvanger zelf. Oh, wauw. Die is ook helemaal vanuit gerecycled plastic gemaakt. Ja. Dus daarmee kunnen we ook, ja, laat maar zeggen, met het plastic wat we eruit halen, ook weer duurzame dingen doen. En ook weer werken aan het milieubewustzijn. Ja. En zorgen ook dat het circulair plaatje gewoon helemaal rond is. Marcel, u bent bestuurder van het Hoogheemraadschap. Kunt u kort vertellen wat een waterschap is en wat jullie precies doen? Ja, ik ben bestuurder van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dus dat is de waterbeheerder van deze regio. En nou ja, onze taken zijn dat we zorgen voor de veiligheid. Dus we zorgen dat er geen wateroverlast is. We zuiveren, dus we maken het rioolwater schoon. En een heel belangrijke waar ik voor sta is dat we overal schoon, gezond en levend water willen hebben. En daarom vind ik het zo mooi dat we hier bij dit project zijn. Want dat is echt iets waar we laten zien dat we eraan werken. Jullie denken mee aan het verbeteren van deze plasticvanger, hè? Ja, we hebben een speciaal vak op school, ONO, onderzoeken en ontwerpen. En daarin wordt een opdrachtgever ons voorgeschoteld met een bepaald product. En onze taak is om voor het vak en het project dat product te verbeteren. Ja, dit doen we door middel van ideeën delen met de opdrachtgever. Dan kijken we wat hij het beste idee vindt. En u heeft het net al een beetje verteld. Het is tot stand gekomen in samenwerking met onder andere Clear Rivers en de Hoogheemraadschap. Ja. En hoe belangrijk is zo'n samenwerking eigenlijk? Nou, heel erg belangrijk, want wij zijn als gemeente natuurlijk betrokken ook bij hier de kades en zorgen dat mensen dat afval netjes in de vuilnisbak gooien in plaats van in het water. Het Hoogheemraadschap gaat ook over het beheer van het water. En er zijn ook heel veel organisaties en vrijwilligersorganisaties die ook hier de omgeving schoon willen houden. En als je goed met elkaar samenwerkt, dan voorkomen we dat het afval in het water komt. En we zijn bezig om een plan te maken, gezamenlijk, om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk een afvalvrije zee krijgen. Want dat is ons ideaal.